Matstel, de eerste grote tegenslag tegen zijn voorbereiding voor FC Den Bosch. Wat doet dat met jullie? Ja, verliezen is nooit leuk natuurlijk. Weet je, we hebben nu 3 wedstrijden, dit was de 4e. 4 wedstrijden gespeeld, 3 gewonnen en deze vandaag verloren. Ja, weet je, zaterdag hadden we een zware wedstrijd tegen Roda, hadden we het ook moeilijk. Uiteindelijk wel winnend weten af te sluiten. En dan spelen we vandaag weer, het was broeierig. Gras, weer even wennen, dat zijn geen excuses. We mogen natuurlijk nooit verliezen van een club uit de tweede divisie. Maar nee, het was, niet, was gewoon geen goede wedstrijd van ons. Simpel. En je zegt club uit de tweede divisie, maar wel goed ingekocht. Een fysiek sterke ploeg, daar lijken jullie toch dan meer moeite mee te hebben? Ja, weet je, het is geen geheim dat wij een hele jonge groep hebben. Veel jonge jongens, die zijn nog wat kleiner en wat tenger dan deze mannen, zeg maar. En dat is goed om te leren ook voor die jongens, hè. Het is toch volwassen voetbal. En je kan het beter nu hebben dan in de competitie. Dus ik zie het alleen maar als een leerschool, denk ik, voor iedereen. Denk je dat er nog genoeg creativiteit in de ploeg zit om tegen zo'n tegenstander dan daar doorheen te voetballen? Of zou er dan echt nog wat extra spelers misschien bij moeten komen? Weet je, normaal hebben we echt een goed voetballende ploeg. Dit veld was best wel klein. Zij speelden heel compact. Het was lastig om er echt doorheen te spelen. Gras is wat sneller. Dat was even wennen allemaal. Maar normaal moeten we er wel toe in staat zijn. En we hebben een kleine selectie. Dus ik geloof dat er zeker nog wel wat spelers bij moeten komen. En ik geloof dat dat ook wel gaat gebeuren. In ieder geval een belangrijke rol voor Wouter, Paco en jij als derde captain, denk ik. Hè? Derde aanvoerder. Ja, weet je, ik ben nu ineens een van de oudsten en een van de spelers met de meeste wedstrijden. Dus naar Wouter en Paco. Dus ik vind het prima om die rol te vervullen. Ik denk dat ik dat goed kan. En samen met Paco en Wouter kunnen wij, denk ik, die jongens veel leren en bijbrengen en voorbereiden op de competitie. Dus absoluut geen reden tot ongerustheid bij jullie? Nee, absoluut niet. Weet je. We zitten in een voorbereiding, tegenslagen horen erbij. Verlies is nooit leuk, wat ik al zei, maar het is geen ramp.